Als je zoals mij bent en je spendeert veel tijd op Marktplaats en je bent ook een beetje liefhebber van auto's, dan kom je wel eens wat dingen tegen voor een laag bedrag waarvan je denkt, hoeveel krijg je daar nou in godsnaam voor? Wat haal je nou in huis als je een volgens de advertentie rijdende auto koopt voor 400 euro? Nou, daar ben ik vandaag achter gekomen, want dit is mijn splinternieuwe Suzuki Swift van 1998. En ik heb deze hele auto, inclusief schilfers en vergaande lak en klapdakje, voor 400 euro gekocht. Ik heb hem zojuist vanuit Deventer, waar ik hem heb gekocht, hierheen gereden, buitenaf. Ik moest even anderhalf uur in de auto zitten of in de trein zitten om hem op te halen. Maar dan heb je ook wat. En de eerste indruk is best wel goed. Het is best wel een comfortabel autootje. Rijdt op zich lekker. En voor dat bedrag moet je natuurlijk ook niet te veel verwachten. Dus laten we eens even rond gaan kijken wat je op het eerste oog krijgt voor 400 euro. Tweede generatie zit uit mijn hoofd. Of derde, weet ik eigenlijk niet zeker. In ieder geval 1998 op een XG-plaat. Dit type zijn gemaakt in Hongarije. En dat kun je herkennen aan dat er op dit plaatje hier zo Engine G10A staat. En waar je het schijnbaar ook aan kan herkennen, is de antenne hier zo, op dit punt van de auto. Blijkbaar andere generaties, andere modellen hebben de antenne hier achterop zitten. Maar deze heeft een mooie uitschuifantenne. En ik moet niet liegen, ik ben gewoon een sucker voor dit ding. Ik vind het gewoon geinig. Gewoon het feit dat je hier zo lekker een antenne hebt, die je zo uit kan schuiven. Alleen al daarom wil je hem hebben. Een 1 liter motortje zit erin. 40, 50 pk. Dat had ik van tevoren even op moeten zoeken. Handbak met 5 versnellingen. Benzine injectie. Bij dit specifieke exemplaar is de distributieriem, de waterpomp en de V-snaar van die pomp is iets van 20.000 km geleden vervangen. Dus je krijgt een volledig rijdende auto met APK tot volgend jaar maart. Prima accu zit erin. De motor lekt ergens, het blok lekt ergens een heel klein beetje olie. Hier is hij een beetje nat. Daaronder nog een beetje. Geniet maar even van de prachtige blik van deze fantastische 1 liter motor. En je ziet het ook daar zo op het plaatje staan. Staat Magyar Suzuki Corporation. En Magyar, voor zover ik weet, betekent Hongaars of Hongarije. In het Hongaars. Nieuwe distributieriem dus. Allerlei nieuwe bougies, een paar nieuwe bougiekabels. Nieuwe filtertjes, nieuwe vloeistoffen. De vorige eigenaar heeft geprobeerd de lampen te polijsten. Wat niet helemaal perfect is gegaan, maar te komen door de keuring. Hij ziet er niet uit. Dat is natuurlijk wel jammer. De lak op het dak is een beetje aan het vervagen. Hier deze strip moet een keertje opnieuw geschilderd worden. Hier zit een deuk. Kras. De hoedenplank is kapot, dus die valt de hele tijd de kofferbakruimte in. Hier zo een stripje die aan het vergaan is. Wat nog meer, nog het krassen. Hier heeft hij een deukje gehad. Maar het is wel, in het groen is hij afgewerkt in extreme uitvoering. Al sla je me dood, ik heb geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Maar wat het wel betekent is dat er een vet gave sticker op zit. Die echt heel erg eind jaren 90 is. En leuke wieldopjes. Met een mooie spiraalwerking. Prima banden zitten er nog op. Ik geloof dat het enige wat nog gerepareerd moet worden daaraan is de reserveband. Maar laten we eens even aan de binnenkant kijken wat je allemaal krijgt in deze Bucket of Magnificence voor 400 euro. Zo, eerste indruk. Op zich oké. Het zitten wel vergaande stoelhoezen op, maar ik heb nieuwe stoelhoezen erbij gekregen in de prijs inbegrepen. De gordel is niet, hoe noem je dat, zelf terugrollend. Dus je moet hem gewoon erin klikken en dan zelf spannen op wat voor jou goed zit. De ramen gaat niet heel lekker mee omhoog, maar dat is gewoon een kwestie van wat vaselinespray erin. En, wat ik nu ineens zie, 5 eurocent. Begin van een miljoen.
Dus technisch gezien heb ik al 5 eurocent winst gemaakt op deze auto. Even lekker zitten. Ah, zo. Gewoon een heel basic interieur. Mooie, heldere, duidelijke snelheidsmeter. Toerenteller. Ziet er allemaal nog hartstikke keurig uit. Geen airco. Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Een mooi, een echte digitale klok. Oeh. Dit hele kastje hier zo neemt alleen maar dit eigenlijk in beslag. Een leuke Pioneer met 4x45 watt output. En cd-speler. Vandaar dat ik ook deze uit mijn verzameling heb getrokken. De enige echte goede soundtrack die je nodig hebt in de auto. Een klapdakje. Wat gewoon prima werkt. Wat niet lek is volgens de vorige eigenaar. Allerlei leuke originele boekjes. Wat originele geschiedenis. Handleiding. Nog een service onderhoudskaartje uit 2006. De originele Suzuki Swift handleiding. Erg leuk om te hebben. Ik vind vooral dit mapje erbij vind ik erg leuk. Ja, hij schakelt op zich prima. Versnellingspook zit op een leuke hoogte. Lekker gewoon, lekker direct. En 5 versnellingen met een 1 liter motor. Perfect, lekker zuinig. Asbakje. Bekerhouder die niet heel stevig meer is. Ja, er staat... Hij heeft maar 5 tekens op de kilometerteller. Maar er staat dus 234.000 kilometer op de teller. Goeie... Oh ja. Goeie richtingaanwijzer geluid. En dit is oprecht, denk ik wel, de meest luxe auto die ik ooit heb gehad. Want deze heeft niet alleen elektrische ramen aan beide kanten, waarvan eentje met een knopje naar beneden automatisch omlaag gaat. Maar deze auto heeft ook nog eens elektrische spiegels. Elektrische spiegels. Wat een decadente luxe. Dat heb ik nog nooit gehad in de auto. Dat is echt fantastisch. En ook nog eens een klapdakje. Nou, wat wil je nog meer? Het eerste indruk tijdens het rijden is op zich goed. Het enige jammer is dat het stuur vrij hoog zit. En dat is niet in hoogte verstelbaar. Dus je zit een beetje... Ja, de zitting is wel wat ingezakt. Dus je zit een beetje hoog. Maar laten we eens even proberen achterin te gaan zitten. Kijken hoe dat gaat. Oh jee. Ik wist niet dat ik hier 2 handen voor nodig moest gaan hebben. Hoppakee. Ah. Nou, zit nog eigenlijk best wel oké achterin. Ik heb een speaker. Ik heb gordels. Omdat de hoedenplank weg is, kan ik lekker zo mijn arm hier achter leggen. En ik kan in de achterbak. De achterruitenwissel doet het nog goed. Voorruitenwissels doen het nog goed. Er zit wel een barst in de voorruit. Maar ja, het zit nog eigenlijk best wel prima hier zo. Ik kan er een dik bed achterin bouwen. En dat brengt me op het volgende punt. Wat zijn nou mijn plannen met deze auto? Nou, ik vond het gewoon leuk om te kijken hoeveel auto je nog eigenlijk kan krijgen voor 400 euro. De Honda Scoopy die ik heb, die was ook 400 euro. En nu heb ik er een hele auto voor gekregen. Ik heb ervoor betaald, maar... Dus het lijkt me interessant om te kijken of het geld waard was en hoe lang dat dit ding het gaat volhouden. Laten we eerst maar eens kijken of die terug naar huis overleeft, 5 kwartier. En dan zien we wel verder. Een idee wat ik heb is om er een bed achterin te bouwen en een soort mini camper conversion mee te doen. Hij is wat kleiner achterin dan ik had verwacht. Moet even kijken of dat gaat lukken. Maar yeah, we zien het wel. Eerst maar eens gewoon even een lekker stukje rijden. Lekker Henk Wijngaard pompen in de speakers. En van genieten. We gaan er vanzelf achter komen of dit een dom idee was. Ik heb zo'n voorvermoeden van wel, maar je weet het maar nooit. Ik bedoel, voor 400 euro, wat kun je nou nog verwachten? 15 euro wegenbelasting per maand, 30 euro verzekering in de maand. De helft goedkoper dan met Toyota Corolla. En ook nog eens veel zuiniger, ondanks dat het maar een 1 liter motor is. Maar laten we nog eens eventjes luisteren hoe die klinkt als hij start. Dit is hoe 400 euro klinkt als je het opstart. Nou, in ieder geval geen rode lampjes die alarmerend zijn. Nou, start gewoon prima op. Blazer. Ventilator doet het gewoon. Klok staat bij. Radio cd-speler doet het. Verlichting. Groot licht.
hele fijne, hoe noem je dat? Stuurhendels heeft deze. Echt een goede duidelijke actie. Hieronder nog elektrische spiegels. Achteruit te wissen knopjes. Ja. Klinkt lekker voor een 1 litertje. Eén heel groot probleem wat ik ben vergeten te bespreken, bedenken we nu, is deze deur. Er zit één sleutel, die is afgebroken in de buitendeur. Dus je kan niet met de sleutel de deur openmaken aan deze kant. Maar je kunt wel vanaf de passagierskant gewoon de deur op slot doen. Dus dat scheelt. En ik kwam er bij het tankstation net achter dat als je aan deze hendel iets te hard trekt, zonder voorzichtig te zijn, dat je hem uit de deur trekt. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Maar ja, hier, gewoon pats. Elektrische ramen. Ik hoor een beetje de uitlaat een beetje schudden, maar prima, zat goed vast toen ik wegreed. Dus dan zou die er ook wel onder blijven liggen op de snelweg. Ja, ik vind vooral dat klapdakje gewoon heel, heel leuk. Echt geinig. Maar goed, dat is dus hoe €400 eruit ziet. Blijf vooral kijken. We gaan erachter komen hoe lang deze auto meegaat. Ik verwacht nu, en dat ga ik nu eerlijk zeggen, ik schat 3 maanden voordat ik hem weer weg doe. Dus dat is ergens in oktober. Maar we zullen zien. Het is denk ik geen competitie voor de Toyota, maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon iets van maken. Bedankt voor het kijken naar Weird Tunes. En ik zie jullie in de volgende video.